Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag en welkom bij de weekvlog. Ik begin deze weekvlog eerder omdat ik op donderdag en vrijdag op school zit en weinig kan filmen. In het weekend gebeuren er toch nog wel wat leuke dingetjes. Maar nu ben ik aanwezig bij mijn vader. Die is aan het werk, dus ik zit nu nog even in de auto. Ik ga zo even naar binnen. Ik heb lekker een theetje meegenomen. Het is dus vandaag zaterdag, dus weekend. En volgende week ga ik beginnen met mijn stage. Ik doe wel voor mijn zonnebril, dan kunnen jullie me gewoon normaal zien. Tadaa! Volgende week ga ik dus beginnen met mijn stage. Dus daar ga ik me ook op voorbereiden de komende dagen. Mijn ogen zijn echt heel erg wit. En verder, ja, niet zo heel erg veel. Ik heb vanavond weer mijn verjaardag. Dus daar gaan we heen. Vanavond een verjaardag bij mijn oma. Daar gaan we heen. En ja, voor de rest wordt het vandaag hartstikke, maar ook echt hartstikke lekker weer. Dus ik ga zo meteen ook even gebruik maken van dat lekkere weer. Even lekker in het zonnetje zitten. Ik kan mijn gemak houden. En kijken wat het weekend en de week gaat brengen. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan zien hoe het gaat lopen. Maar in ieder geval welkom bij deze weekvlog. Maar hiernaast is het echt super tof. Kijk wat er staat. Er staan gewoon. Dan moet ik ook goed kijken of ik het kan zien. Kijk, er staan gewoon Schotse hooglanders in het park. Check hoe dichtbij. Hoe tof is dat? Ik ga nou die kant op. Daar het park in. En kijk hoe ver ik kan komen. Hoe chill, kijk dan jongens. Ik ben gewoon echt in een bosgebied. Dit is zo relaxed. Wow, love it. Goed, even serieus.
Kijk waar ik zit. Ik zit hier gewoon op een bankje. In the middle of nowhere, echt. Dit park heeft in eerste instantie geen hele goede naam. Omdat hier vroeger wel eens meisjes zijn vermoord. En verkracht en weet ik het allemaal. Maar echt, wauw. Kijk dan. Super chill dit. En daar zo zitten gewoon die Schotse Hooglanden allemaal bij elkaar. Ik heb een fietsje beneden neergezet. Zo relaxed hier. Het is echt super super chill. Wow, I love it. Oh, ik denk dat ik echt gewoon een dagvlog word. Ik denk dat ik geen weekvlog hiervan ga maken, maar gewoon echt een dagvlog. Dat gebeurt meer in deze vlog dan dat ik had verwacht. Dus het wordt toch een dagvlog, maar... Wat een mooie dag is dit vandaag, zeg. Echt, wauw, I love it. Goed, mijn schoenen zien er niet uit. Maar de reis kan vervolgd worden. Let's go. Thuis. Ik zie er lekker verveeld uit. Oh jongens, wat heb ik lekker gefietst. Heerlijk. Ik heb nog lekker wat chipjes op. Van een glaasje cola. Ik ga even roadtrips afkijken. En als ik die af heb, ga ik deze video editen. Ik heb net avond gegeten. En vanavond hebben we de verjaardag. En ik ga waarschijnlijk niks doen aan die verjaardag. Tenminste, wat ik kan vloggen, laat ik het zo zeggen. Want daar houdt de familie niet zo erg van. Dus ik ga me zo omkleden en ik alleen een ander shirtje aantrek. Mijn broek hou ik denk ik wel gewoon lekker aan. En mijn Nikes. Maar ja. Ik ga denk ik wel gewoon deze vlog eindigen. Ik denk dat hij best wel lang is geworden nog. Dus genoeg beelden. Morgen ga ik toch waarschijnlijk geen ene bal doen. Dan mag gemak houden en dingetjes klaarmaken voor maandag. Dus ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Ik heb echt een topdag gehad vandaag. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En tot snel. Doeg!